Wij hebben een speciaal vakantieprogramma omdat we ruimte en tijd hebben, extra ruimte en tijd hebben in de vakantie om leuke dingen te doen. En daarnaast ervaren we dat een vakantie iets speciaals is en dat willen wij op kinderen en ouders ook overbrengen. Thuis kan je al kijken wat je kan doen in de vakantie. Ik ga vandaag skaten. En op de trampoline. En we gaan Italiaans koken. En wat nou echt iets Italiaans is... Lasagne. Deze vakantie kunnen kinderen koken, naar de kinderboerderij, meedoen aan de escape room, beestjes zoeken in de natuur. Ga maar eens kijken tussen het gras. Of wat kunnen vinden. Een lieveheersbeestje. Kinderen mochten zelf kiezen wat voor activiteit ze graag zelf zouden willen doen in deze vakantie. Ik hoor heel veel baby'tjes. Nee. We gaan deze vakantie ook op zeilkamp. Er zijn kinderen nu 3 dagen op pad om te leren zeilen en wateractiviteiten te doen. Alsjeblieft. Hoe heet je deze ook alweer? Ja, de Griek. Er hangt een hele ontspannen sfeer die wij meenemen, maar ook de kinderen. En dat werkt goed samen. We houden van!